Zo, we zijn er bij de Sossusvlei. Nou, dit wordt prachtig hoor, jongens. In het midwesten van Namibië ligt de Namibwoestijn. De eerste dag bezoeken we de canyon van de Sossusvlei. Vanuit de bergen stroomt eenmaal per jaar in de korte regentijd water in de richting van de zee. Tussen de bergen en de zee ligt echter een woestijngebied van 100 kilometer breed. Het water zal de zee dan ook nooit bereiken. Het in de zandduinen strevende water heeft een weg gevormd. Die kunnen we gebruiken om diep het gebied in te trekken. Mooie foto. Op 60 kilometer van de canyon is voorlopig het eindpunt van het water. Daar botst het tegen nog niet overwonnen zandduinen op en heeft zich een vlei gevormd. Een vlei is een meertje dat 99% van zijn bestaan droog staat. We gaan lekker even een wandeling maken. Het is al laat als we aan het einde van de weg komen. We besluiten morgen pas de vleien te bezoeken. En kiezen ervoor om vandaag minder platgetreden paden te bewandelen. Trotseren de hitte en trekken door het mulle zand het gebied in. Het is een prachtige wandeling. Klimmen! Dat valt echt niet mee. Die is van harder. Zo mooi, dat randje. Zo zit je lekker? Ja, prima. Thank you.
We zijn de tweede dag al vroeg op pad. Zo vroeg in de morgen zijn de kleurschakeringen het allermooist. Stoppen halverwege even bij duin 45. Het is een van de hoogste zandduinen van het gebied. But the oryx can reach a lifetime of about 20 to 25 years without tasting water. En de springhoek? De laatste 5 kilometer leggen we af per landrover. We zijn nu net aangekomen bij de Sossusvlei. Lekker zand aan het scheppen. Vlak bij de Sossusvlei ligt de Detvlei. Vroeger kwam het water tot hier, maar een verandering in de waterstroom doet het water nu tot de Sossusvlei stromen. De Detvlei lijkt op een maanlandschap. De dode bomen zijn van begin deze eeuw, toen het water nog tot de Detvlei stroomde. Slechts eens in de 10 jaar bereikt het water de Sossusvlei. Vorig jaar was zo'n jaar en stond er zo'n 10 meter water in de vlei. Rond de vlei groeien struiken, waarvan de wortels grondwater opzuigen van een diepte van wel 45 meter diep. Er leven hier ook oryxen. Deze woestijnantilopen kunnen weken zonder water en leven in die tijd enkel van spaarzame groene blaadjes. Thank you.
Jos klimt naar een uitzichtpunt over de Sossusvlei en heeft een prachtig uitzicht over het uitgestrekt duinengebied. Sportiefje van me. Building is an example of the formula for the fire that you run down and then you're holding it slightly.